Lieve kijkers en luisteraars van de eerste, de beste vrijdagmiddagborrel. Daar zitten we weer. Jopie Buit. Gezellig. Wouter Bouwman, mijn eigen persoontje. Lekker aan de wodka. Proost. Bak Monster. Heerlijk. Hij heeft zoveel energie. Hij heeft dat echt nodig, hè, die energie. Ik zit me erover te verbazen. Het is echt een gigantisch... Dat klopt. En het is zo verschrikkelijk goor ook. Het is zo chemisch. Het is echt niet normaal. Maar Lars, hoeveel drink je eigenlijk van die Monster per dag? Want dit is niet de enige die je drinkt. Nee, per dag? Nou, 1 gemiddeld per dag. Serieus? Ja, ik dacht dat je er wel echt meerdere dronk. Er is inderdaad een tijd geweest dat ik wel wat meer dronk. En hoeveel was dat dan per dag? Ah, 2. Maar wel 2, dit nee, zijn wel, meer. Wat is dit anderhalve liter? Nou, dit is 553 milliliter. Lars, volgens mij loop je ook te liegen, je dronk meer dan 2, ik ging vroeger wel eens naar de Sligro en dan haalde ik wel eens een treetje. En dat ging op. Dan ging je een weekje op. Dat ging op. Zo. 12 blikjes. Maar sliep je dan wel lekker? Of ook ja, niet? Ik heb er dus totaal geen last van. Echt totaal niet. Nee? Nee. Maar dan was het 's ochtends ook al gewoon Monster drink? Gewoon 's ochtends na het ontbijt al? Hij ligt onder mijn kussen. Heerlijk. Ik kan het iedereen aanraden. Heb je mij gehoord in de Kijk op de Meerdijk podcast? Dat heb ik gehoord, ja. En wat vond je ervan? Ja, mij niet genoemd. Ik heb de podcast eerst het best ook niet genoemd. Lekker handig. Ja, ik zat er even voor mijn eigen shine, hè. Ja, voor Joop Buit BV. Het merk Joop Buit even omhoog te praten. Hij komt eraan natuurlijk, de wedstrijd. Ja, zeker vanavond. En mijn ADO. Lekker potje. Maar ik heb echt. Ik zit er lekker in bij ADO. Ik heb echt heel veel vertrouwen in ADO dit jaar. We hebben gewoon echt een prima team. Wat heb je gezegd daar dan in de podcast? Dat? Ja, dat we gewoon gaan winnen. Ja. Op het gemakkie. Ja. Wat zei ik volgens mij? 5-0. Ja, zoiets. 0-5 zei ik. Beetje rustig ingezet. Ja. Ik had ook een paar keer gezegd dat ik ze niet had verstaan en zo. Ja. Maar dat was ook echt zo trouwens. Ja. Ik heb het teruggeluisterd. Het was. Het is moeilijk te verstaan af en toe, hè, die jongens. Ja, nee, je moet echt, weet je, ik luister 2 wekelijks, maken ze die podcast. Ik luister echt, ik heb het al vaker gezegd, maar ik luister echt met zoveel plezier naar die gasten. Het is gezellig om naar te luisteren, ook nog eens. Ik vind het mooi echt van die clubpodcast. Het gaat gewoon anderhalf uur lang over FCM'en en ze bespreken alles, weet je, van de materiaalman tot en met... tot en met de rechtsbuiten. Alles wordt met evenveel passie besproken. Maar ik heb ze allemaal beluisterd. Hè. Ik heb nu ook de pluche plakkers heb ik ook beluisterd. Nieuwe tip. Nieuwe tip. Podcast over, daar komt ie. FC Dordrecht. Ja. Wel gemaakt door 3 journalisten. Ik ben de naam wel eventjes kwijt. Ik ook. Jongens, ik weet dat jullie ook deze podcast luisteren. Mag wat meer jeu in bij jullie. Je merkt dat het een beetje journalisten zijn. Het is wat serieus. Het kun je Jari Schuurman... Precies dat. Die moeten ze gewoon lekker uitnodigen. Maar dat denk ik bij mij. Het is FC Dordrecht. Er mag wat jeu bij, weet je. Dan ga je wat lekkerder luisteren. En gewoon een tippie. Van hele professionele podcastmakers, toch? Hier absoluut. Vind jij trouwens hoe wij het zo een beetje doen? Ja, ook, woensdag, ben ook onder de indruk. Woensdag was je er ook? Ja, daar moest ik wel van bij komen natuurlijk. Nee, het gaat gestroomlijnd. En wat je zegt, het is een georganiseerde chaos. En dat gevoel heb ik ook wel. Met een onder de strikte leiding van Lars. Dus die zit er kort op. Af en toe zit hij ook. En wat ik mooi vind is dat jullie af en toe hand in hand zitten. Of is dat alleen op de vrijdag? Nee, ik raak hem af en toe lekker raar. Ja, is toch lekker, man. Lief. Ja, nee, zeker. Doe jij dat ook met Ferry dan als hij hier zit? Nee, dan? Nee, Ferry houdt er niet van. Nee, Ferry is nog... Ferry is ook niet zo persoonlijk, hè? Nee. Die is altijd best wel... ik weet trouwens ook niet hoe ze kinderen heten, weet ik niet. Zijn hond wel, weten die ook alweer? Milo, die weten we dan wel. Ja, zijn kinderen... We weten dat niet. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Dus we zijn heel goed met elkaar. Hebben jullie Ferry nog wel gesproken? Nou, want die had woensdag had hij een afspraak. Ja, klopt ja. Nee, dat is niet gelukt. Helaas. Weer niet. Weet je welke podcast ik ook vaak zit te luisteren? Nou. De podcast met Grijp, Kieft, Michel van Egmond en Rob Jansen. Ik heb ze allemaal teruggeluisterd de laatste 2 weken. Rob Jansen die heeft altijd dus gewoon die zegt gewoon per show als hij iets kracht wil bijzetten, net zoals Louis Figo in die tijd, beste voetballer. By far. Dat zegt hij bij alles. By far. Zegt hij dan. En René van der Grijp is echt in die podcast, vind ik, in topvorm. Want hij is super ontspannen.
Dus ik vind hem nog veel leuker als op tv eigenlijk. En wat hij dus ook vaak doet als de podcast een beetje afgelopen is. Hoi hoi, doei, doei. Gaat hij heel hoog praten ineens. Hoi hoi, hoi hoi, doei. Maar hij is echt onder vrienden, leuk. Dus zo doet hij waarschijnlijk echt. En dus zo zal hij gedag zeggen. Ja, hoi hoi. Bij ESPN, zijn jullie dan ook een beetje vrienden van elkaar? Gaan jullie bij elkaar op verjaardag ook en zo? Of is het echt puur gewoon werk? Nou, ik spreek wel eens af met Aleta. Mm-hmm. Of dat is een beetje nou, ik weet niet of ze dat leuk vindt als ik het zeg, maar een beetje de moeder van de Moeke. Ja? Op een goede manier. Op een goede manier. Ze is heel betrokken. En Jan-Joost eigenlijk ook wel. En we hebben een paar weken geleden heeft Jan-Joost dan een uitje georganiseerd. En dan gingen we met alle analisten en presentatoren een borreltje en dan gingen we eten. En dat was wel Is toch leuk, en was wel heel gezellig eigenlijk. Ik had het wat killer verwacht. Ja? Dat dacht ik op een of andere manier. Een commercieel bedrijf. Mm-hmm. Dat zal iedereen wel voor zich zijn en heel hard. Dat is echt helemaal niet. Okay. En wie misdraagt zich dan op zo'n avond? Ik weet wel dat Pascal en Kees Luiks zijn om 4:00 zijn ze nog in een soort met van karaokebarretjes zijn die geweest. Zoiets, Want dat heb ik zelfs op, daar heb ik op social media voorbij zien komen. Oh, ja? Ja, die zijn met z'n tweeën overgebleven in zo'n in de kroeg met allemaal paars lichten. Echt in zo'n kroegje zijn ze geweest. Gezellig. Lekker man. Ja, Pascal Kamperman had ik niet achter hem verwacht. Nee, een grote speler is dat. Ja, joh. Dat geloof ik wel, Kampermannetje. Ja, dat is toch, hè, presentator van het schakelkanaaltje. Mm-hmm. Dat moet toch jouw grote droom zijn. Om uiteindelijk het schakelkanaaltje te presenteren. Ja, zeker weten. Ja, dat hoef ik niet. Dat is de heilige graal. Dat is de heilige graal. Dat is dan beden. Ik heb het een paar keer al opgegooid, maar doe me nog niet. Je voelt wat warm aan. Moet jij niet naar huis? Moet je niet liggen? Ja. Mooi man, schakelkanaaltje. Ja, goed joh. Mooiste wat er is. Joop. Vanavond weer op het bankie. Ja, lekker man. Overigens, we hebben het nog niet over gehad, maar alles live? Zien jullie alles mee? Live, ja. Ferry vooral, hè? Want die kan zich af en toe kwaad maken als een wedstrijdje niet helemaal wordt uitgezonden. Ja, ik ben er wel blij mee. Want dan kunnen de supporters van de club gewoon iedere wedstrijd helemaal bekijken. Ik hoor jou ook vaak zeggen, eigenlijk moet je niet de wedstrijd live kijken. Ik wil net zeggen, het is puur voor de supporters. Ja. Dus veel kijkers ga je niet echt trekken. Want het is dat schakelkanaaltje is juist zo werelds om naar te kijken. Omdat je al die hoogtepunten de hele tijd achter elkaar hebt. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch om te zien. Dat meen ik echt. Ik vermaak me echt ermee. Ja, ik ben wel benieuwd. Wel eens bij het schakelkanaal. Want het schakelkanaaltje blijft wel bestaan, hè? Ja, dat is. Ik heb één ding even gecheckt voordat ik hier naartoe ging. Dat is inderdaad, kan ik wel vertellen. Ik weet daar natuurlijk niks over. Maar er werd wel gezegd dat het schakelkanaal blijft bestaan. Ja. En er zijn dus in ieder geval nog genoeg wedstrijden. Ook dan. Yes. Ja, dat dus is dat mooi. Is goed nieuws. Ja, dat is zeer goed. Pak van Mark. Ja, ik vind het wel altijd mooi bij het schakelkanaal. Ik ben gelijk zen nu. Maar wat ik me wel eens afvraag. Kunnen stoppen met de uitzending, jongens. We zijn er. We zijn het schakelkanaaltje blijft bestaan. Maar wat ik wel eens bijzonder vind bij het schakelkanaal is dat ze soms dan, is het een herhaling, hè, want dan is de goal al geweest. Maar je hebt ook wel eens dat ze erheen schakelen. Ja, dan gaat net die goal vallen. Dat vind ik altijd wel knap. Ja. Ja, maar het wat is je vraag? Dit is zo'n Lars moment. Ja. Dit is zo'n Lars moment. Dat gaan we dadelijk bij de Teddy van Lars weer meemaken. En we zitten weer lekker aan elkaar. Ja, mooi om te zien. Dat is denk ik dan toeval, Lars. Dan is er iemand die zegt, laten we daar even kijken. Ja, maar en dan, dat vind ik knap of zo. Ja. Dat vind ik mooi. Dat was even mijn observatie over het schakelkanaaltje. Ja, ik heb een boekje gekregen, jongens. Juist. Weer van... Jij ook. Ja. En Ferry ook. Ja. En Wouter ook. Want jij geeft jouw eigen boekje weg, dat klopt, toch? Die dat klopt. We hebben weer een boek van Football Culture. Heet Nooit Meer. Het is eigenlijk het vervolg op Poepclub. Daar was je mee bekend ook, hè? Poepclub. Ja, heb ik bij jullie gehoord. Ja, Football Culture zijn groot kunstenaars. En die hebben nu dus weer een boek gemaakt. Nu niet over voetbal, maar over snackbarren. Juist. En die hebben weer allemaal reviews allemaal uitgezocht. En zou ik wel even wat, voorlezen? Pak maar even wat mee. Heeft het dan ook te maken met snackbarren waar voetbalfans komen of dan niet per se? Ja, dat is het mooie van voetbalculture. Dit heeft helemaal niets met voetbal te maken. Hey, Cafetaria Lauwik uit Nijmegen. Shawarma. Het leken wel de voortanden van de konijn. Keiharde kleine brokjes. Een snackbar kan niet overal goed in zijn. Vind ik mooi. Ja. Maar dit slaat alles. Baba. Baba. Family Restaria Almelo.
kapotte slechte eettent. Zwaar onpasselijke service. En het eten draait mijn maag 120 keer extra van om. Eethuis Cafetaria de Donk. Zelden zo slecht voer gehad dan dit smerige hondenvoer. Denk dat mijn hond er kapot aan gaat. Nou, heel, en dan een boekje vol met dit soort dingen. Ja. Hè? Dan hebben we hier de oude Nelis, Lelystad. Het was geen Nelis meer. Dan weet je het wel, hè. Van Leeuwen Snacks. Het is van Leeuwen niet meer. De patat is echt niet lekker meer. Ze zijn overgestapt naar verse frietjes. Maar deze komen niet eens in de buurt van hun oude frietjes. En daarnaast hebben ze hun prijzen ook gigantisch verhoogd. De patat was hier altijd goed en heerlijk. De beste van Amstelveen en omstreken. Jammer dat ze zo hebberagger zijn geworden. Ja, zo gaat het eigenlijk maar door. Xing Xing had wormen in de cheeseburger. Burger van de sla of hamburger, voor de rest wel goed. Maar raad er niet aan. Oké. Okay. Ja, even kijken. Ik ga gewoon even een dingetje erbij pakken. Ik kan mij het schelen. Cafetaria de Ben. We waren met 4 mensen met dementie. 3 rolstoelen. Niet welkom om te lunchen. Dat is ook wel. Cafetaria de Prinshof in Hardenberg. Gratis haar bij mijn berenhap. En dat is een kots emoticon. Ja, zo gaat het door. Zal ik nog even doorgaan? Ja, ga ik gewoon even doen. Nog eentje toe. Nog eentje toe. Je zit er zo lekker in. Ja, ik zie Den Haag staan. Oh, Nico. Qualitaria Almeloplein in Den Haag. Gierig voor pindasaus en servetten. Ja, dat is ook een kutsnackbar ook dan. Ja, toch? Nou, een boekie vol. Koop het weer op voetbalculture.com, zou ik zeggen. Yes. Zal ik een klein linkje in de beschrijving doen? Ja, natuurlijk, man. Gaan we dat. En dit is dan niet eens gesponsord. Nee, moet je niet nagaan. Niet eens. Zo zijn wij. We hadden ook eentje voor jou. Leuk. Heb jij, heb jij een favoriete snackbar in Nederland? Jeetje, wat een vraag. Favoriete snackbar. Ja. Nee, ik ben niet echt een... Als ik soms denk van nu ga ik even, nu ben ik... Zonde? Zuinigen. Ja, dan ben ik wel meer van Indonesische rames of zo, dat soort dingen. Ja, is dat echt... Dat is geen zonde. Nee, dat is geen zonde. Dan is in mijn boek gezond eten. Ja. Ja, toen ik het zei dacht ik ook van, ben ik aan het lullen. Ja. Als ik ga zondigen neem ik een lekker slaatje met tomaten bij. Hoor. Jongens, doe ik even gek. Extra mayo. Extra mayo, heerlijk. Nee, wij hebben hier om de hoek, hebben wij Nico's snackbar. Heerlijk. Die is goed. Die is lekker hoor, zeker. Die is, nou, is goed om te weten. Ja. Want jij hebt het laatst gegeten, toch? Ik heb het laatst gegeten, een trekkerbandje met pinda. Een wat, een trekkerbandje? Ja, Mexicanootje. Mexicano. Trekkerbandje. Lekker. Patatje mayo pinda. Uit de kunst. Ja. Milkshake erbij. Hé, maar jongens, is het berenhap of berenklauw? Dat gaat bij mij thuis nog wel eens mis namelijk. Ja. Ik zeg altijd berenklauw. Maar volgens berenhap, is het berenhap. Ja, dat is berenhap. Volgens mij ook, maar berenhap. Is het een nasi schijf of een nasi bal? Ook een goeie. Van origine nasi bal. Dus dat allemaal allemaal dingen om over na te denken. Ja, dat is echt... Ja. Als het rond is, als een bal, dan is het... En dan is het een nasi bal. Ja, schijf is de schijf. Ja. Heel makkelijk ezelsbrug. Ja. Dat is mooi dat je af en toe zo iemand hebt die dat eventjes duidelijk kan maken. Lekker man. Dus, maar het is alweer een lekker boekje. Ja. Ik heb het vanmiddag even heel kort even doorgenomen. Ja, dat gaat gewoon bladzijdes lang door met deze onzin. Yes. Heerlijk. Mooi. Heerlijk. Mooi dat begrip vind ik dan ook. Want je kan niet overal goed in zijn. Nee, daarom. Ja, maar het is wel jammer dat je net in hetgeen wat je doet dan niet echt goed kan. Ongelooflijk. Hey, Ferry is er niet. De geestelijk vader van dit fantastische onderdeel. Normaal is het natuurlijk de telly van Ferry. Het wordt weer een keer de telly van Larsie. Ja, Lars. Word je al zenuwachtig? Nou ja. Vorige keer was het natuurlijk een toestand. Wouter, jij hebt het dan ook gehoord met Rick Ruijs was een toestand. Mm-hmm. Hè? Jouw presentator hard huilde. Kom op. Eerlijk zijn. Ja, maar vooral dat je... Het kan één keer gebeuren. Ja, maar 2 keer. Ik denk, waarom doe je er nog? Precies hetzelfde doen wat al misging. Ja. Weet je, want is het jou wel eens gebeurd dat je ook wel eens een beetje zo de mist in bent gegaan, gelijk bij je eerste vraag? Dat je toen al dacht van, kut, het hele gesprek gaat nu verkeerd. Ook bij Rick Ruijs heb ik het... Okay. Ook bij de eerste vraag? Ja, was de eerste vraag. Jij zei al, geen ingewikkelde, dat was jouw tip natuurlijk voor mij toen met Jan Vreeman. Wat deed jij toen ook weer met Jan Vreeman? Oh ja, over... Ja, toen scoorde 2 wisselspelers. Oh ja, ben je nu een goede trainer omdat je ze erin hebt gezet of een slechte? Omdat je ze niet mee begon. En Jan is sowieso niet van de lange antwoorden, maar toen al helemaal niet. En bij Rick Kruis had ik toen, was de energiekosten waren zo hoog. Mm-hmm. En toen waren in de koel de warmtelampen boven de tribune uitgezet. En toen dacht ik, dat zijn ook van die interviews vlak voor de wedstrijd. En dan willen ze
moet dat snel door, naar, want dat kunnen ze dan misschien nog uitzenden. Ja, dat snap ik op zich ook wel. Ik vroeg hem toen daar naar en ik zei, heb je je warme onderbroek aan of je lange onderbroek of zo? En, maar gewoon een leuke vraag is toch? Ja, dat is een leuke vraag, maar niet, vond ik niet. Niet als je 10 minuten voor een wedstrijd bent en met VVV en als trainer daar. Dus ik zag al aan zijn hoofd dat hij ook dacht, wat is het voor gek. Viel niet goed. Nee, viel totaal niet goed. Toen kwam daarna ook, dacht ik al snel van, nou... Heb je nog een appje van hem gehad of niet? Ik heb geen appje gehad. Rick Kruijs is wel een mooie fan. Ja, nee, zeker weten. Zeker weten. Maar ik weet niet. Zo'n eerste vraag, als het dan meteen, voel je het dan meteen van oei, dat wordt niet. Ja. Dat is gewoon klaar. Dan zie je ook wel zijn hoofd bij. Maar verzin je die vraag dan zelf, zeg maar? Ja. Of zegt iemand tegen een woordje van vragen we dit? Of? Nee, Lars, het is nog wel een beetje. Okay. Ik ben toen met de ruim met buiten ging ik naar de mannen van VI. Die hadden toen nog wel, ze zijn nu natuurlijk opiniemakers vanuit de onderbuik. Toen hadden ze nog wel redelijk veel over voetbal. Maar dat was toen net in die week. Toen met dat boek van Auke Kok over Johan Cruijff. Oh, ja. En wat was er uitgepikt in die media? Dat of Johan Cruijff. Nee, dat Johan Cruijff ook af en toe naar de hoeren ging. Ook wel eens in bordelen zat. Dat werd er toen uitgepikt uit dat hele boek. Was dat niet dat er geld uit de Johan Cruijff van deed? Nee, dat was een ander verhaal. Okay. Lars, ik was erbij. Hè? Ja, nee, oké, ga door. Dat is mijn verhaal. Ga door. Dus in ieder geval, weet je, als ik daar toen niets naar zou vragen. Dat dacht ik bij mezelf, zou ik een beetje als een mietje worden gezien natuurlijk. Mm-hmm. Want dat was in de media en ik ga naar Johan Cruijff of naar Johan Derksen toe. Wat een goede vriend van Johan Cruijff was en in die tijd met Johan Cruijff altijd omging. Hè, ja. In die jaren 70. Ja, elkaar veel, weet ik dat. Ja. Dus mijn derde vraag van dat gesprek, dat was al... Ben je wel eens met Johan, ook al weet je, was Johan Cruijff... Dat maakt ook een vrolijk item. Dus vroeg is, ging Johan Cruijff ook wel eens naar de hoeren. Vond hij niet leuk, Johan Derksen. Dus zijn antwoord was grimmig. Mm-hmm. En, maar ja, ik ben natuurlijk helemaal geen interviewer eigenlijk. Ik dacht bij mijn eigen... Ben ik toch wel... Kut. Ja. Dit had ik op het einde moeten vragen. Ja. Dat had mijn laatste vraag moeten zijn. Altijd dat soort vragen op het einde. Ja, want ik kwam daar helemaal niet voor. Ik kwam gewoon over een leuk gesprek. En een beetje over ADO Den Haag. Want hij had ook vroeger natuurlijk gevoetbald, Johan Derksen. Dus dat pakte ik toen wel op. En dat werd toen nog een leuk gesprek. Dus dat was wel tof. En het mooie was, een van die redacteuren van VI kwam toen later naar me toe. En die deed dit bij me. Heb je goed gedaan, jongen. Want dus zei hij, ik heb menig andere mensen zien verschrompelen. Je bent goed opgepakt. Mm. Maar ik verschrompelde ook even, hoor. Denk, oh, wat heb ik nou gevraagd, jongen. Als je niet moet het doen. Ja, dat kan gebeuren, hè. Ja. Ja. Was niet je allerslechtste vraag ooit? Wat was mijn allerslechtste dan? Hoe het met die meneer ging. Ah, heb je dat ooit gezien? Ja, dit is zo slecht. Joop die ging ooit een keer met Prinsjesdag bij 3FM. Voor 3FM. Ging hij mensen interviewen met Prinsjesdag. Ah, ja. Daar heb ik me echt rot om gevoed. Ja. Maar ik ging oprecht de fout. Ja, Joop ging oprecht de fout. Want hij liep daar langs al die mensen toch, die daar al stonden te wachten tot ze met die koets voorbij zouden komen, geloof ik allemaal. Ja. En toen zei jij tegen iemand, een mevrouw, meneer, hoe lang staat u hier al? Maar het antwoord was, ik ben een mevrouw. En toen ging het gesprek met verder. Maar dat was dus in dat item gekomen. Ja. Want ik maakte dat item zelf niet. En toen kwam dat op Dumpert. Oh. En toen ging het helemaal gek viraal. Ja, toen dacht ik bij mijn eigen... Hoe lang is dat geleden? Dat is wel echt al jaartjes geleden nu. Maar mensen vinden het natuurlijk wel leuk om daarmee te irriteren. Maar was het een vrouw die zich... identificeren? Het was juist ondefinieerbaar. Het was wel een wat mannelijke vrouw. Ja. Laten we eerlijk zijn. Dus je kon je wel vergissen. Maar ik heb me er wel rot om gevoeld. Ja, want het ging wel viraal en zo op een gegeven moment. Maar vind je het niet lullig dan dat ze dat erin hebben laten zitten? Nou ja. Nee, kijk, ik had zo bij de hand toe moeten zijn om gelijk daarna te zeggen van dat wil ik er niet in hebben. Mm. Dat heb ik niet gezegd. Ik ben naar huis gegaan. Ik heb een factuurtje gestuurd. Ik vond het wel prima. Ja. Weet je, maar ja, daar leer je wel van. Zeker. Want dan heb je ook een beetje zo je eigen content in de gaten houden. Dus als ik dadelijk hier heel wat geks ga zeggen, dan moet jij dat eruit knippen. Nee, dat klopt. We moeten dus ook wel eens op Ferry letten als hij bepaalde dingen zegt. Ja, dat snap ik. Ja. Maar dat is altijd wel lastig als er anderen met jou interviews aan de haal gaan. Ja. Ik had het in deze zomer had ik met Jetro Willems. Die kwam toen bij Heracles te voetballen. En
ik sprak hem even vlak voor het interview. En toen zei hij, ja, ik heb in Rotterdam gewoond, in Groningen. Ja, het is wel wennen nu in Almelo. Ja. En toen wilde ik dat in het interview er heel graag uit krijgen, maar dat lukte niet echt. Dus toen ging ik heel erg in de overdrive. Toen ging ik allemaal dingen zeggen, dat het, is het hier niet saai? En, ja, ja. En dat vonden ze, nou, uiteindelijk werd dat door onze social redactie online gezet, waardoor je een interview zag met allemaal knipjes erin, waarin ik alleen maar zeg, is het hier niet saai? Word je niet gek van de weilanden en de koeien en zo? Het stinkt hier, hè? Ja, nou ja, dat nog net niet met schilder heel weinig. Ja. En dat is inderdaad ook... Maar voelde je toen genaaid een beetje? Nee, niet genaaid, maar ik had het, ik had het zelf niet gebruikt in mijn item. En, en toen werd er ook aan me gevraagd, wil je dat het offline wordt gehaald? Toen zei ik, ja, als je het online zet, dan moet je het... Ja, maar laat het staan. Maar er kwamen ook allemaal reacties op van, hij hoeft nooit meer hier te komen. Ja, dus dan hebben ze uiteindelijk toch maar weer offline gehaald. Maar dat zijn wel van die dingen dat je zelf niet meer helemaal... Dat wordt dan gefilmd en in één keer doorgestuurd naar de reactie. Ja, dan ben je er niet meer Nee, daarom. Ja. Kijk, want ik hou wel van een beetje gekkigheid natuurlijk. Alleen, ik wil niet iemand... Je wil niet mensen kwetsen. Nee, dan heb ik helemaal geen trek in, man. Dat wil ik helemaal niet. Alleen Lars en Ferry. Ja. Dat hebben we af. Wij mogen elkaar helemaal kapot maken. Dat mag. En hey, we gaan bellen. Dat mag. We gaan zeker bellen. Teddy van Larsie, ik ben benieuwd. Met de... Ja, dat weten wij nog niet. Dat weten we met nog niet. Met de tune bedoel... Ja, de tune. Die komt nu. De tune. De Teddy van Ferry. Prachtige tune. Ja, lekker tune. Heerlijk tune. We gaan zit bellen. Er goed in. We zitten bij de Teddy van Larsie. Moet ik het dan nu al zeggen of pas als hij opneemt? Ja, dat doen we. Oké, dan gaan we nu bellen. Hij is er klaar voor, hè, Hugo? Hallo. Hallo, goedenavond. Spreken wij met Jeremy Papi Bokila? Ja, je spreekt hem hier. Ja, Bokila. Jeremy, goedenavond. Mooi. Goedenavond allemaal. Ja, is de man van het moment. Ja, absoluut. 5 goals in 75 minuten. Mr. Super Sub. Super Sub, ja. Nee, momenteel gaat het lekker met het team. Ik zit ook goed in mijn vel. Dus ik ben blij dat ik die kansen kan benutten die ik krijg. Dus ja, momenteel zit alles goed, ja. Ja, en in hoeverre heeft de nieuwe trainer daar wat mee te maken? Nou, ik denk toch wel veel, hè. Want ik praat nu echt persoonlijk voor mezelf dan. Want ik ben ook veel fitter vergeleken met afgelopen jaar. En ja, voorin heb ik ook meer vrij spel, want... Vergeleken met afgelopen jaar kwam het toch vaak moeilijk aan scoren toe vergeleken met nu. Dus ik denk dat dat al ook mee te maken heeft, ja. Peter Maas, ja. Peter Maas. Konijnenpoot. Peter Maas, ja. Konijnenpootje. Want onder de trainer hiervoor scoorde je niet en nu onder Peter Maas is het gewoon alleen maar raak. Hè? Ja, ik denk ook omdat... Ja, Peter Maas is gewoon... Heel duidelijk in wat hij wil van de spelers. Dus daar wordt echt veel gevraagd van de spelers. En ja, en voorin. We hebben ook echt die vrijheid om te doen waar we goed in zijn. Scoren in jouw geval. Ja, waardoor we elke keer terugkomen als, ja, naar een achterstand. Dus ja, en momenteel draait het ook goed met het team. Dus ja, echt momenteel niks te klagen tot nu toe. Maar bij jou loopt wel echt alles goed, Jeremy. Ook die strafschop die je binnen schiet met zoveel overtuiging. Je zit nu wel in zo'n fase dat alles wat je aanraakt even goed valt, of niet? Ja, dat krijg je als je echt lekker in je vel zit. Hè. Ik bedoel, ja. Je zit op de bank natuurlijk, je kijkt naar de wedstrijd. Ja, natuurlijk hoop je in te kunnen komen om iets te kunnen forceren. En tot nu toe is het wel gelukt altijd, dus daar ben ik wel blij mee. Ja. Dan wil je meer en meer. Heb je ook buiten de lijnen dat alles even goed valt? Dat, dat je net overal geluk hebt? Nee, ja, buiten zijn. Ik heb ook al moeilijke perioden gehad. Dus ik kan niet echt zeggen van... Dat ik echt, hoe kan ik het verwoorden? Nee, momenteel zowel buiten het veld als op het veld. Ja, ik zit lekker in mijn vel. Ja, is goed om te zien. Hey, want hoe lang heb jij nog met het publiek staan dansen zo na de wedstrijd? Hoe lang? Ja. Nou, nee, ik denk niet lang. Want uiteindelijk
je ziet ook die wedstrijd tegen Den Bosch. De eerste helft hadden moeilijk. Dus dan heb je een beetje publiek tegen. Uiteindelijk win je die wedstrijd wel. En dan zie je natuurlijk allemaal weer blij gezichten. Ja. En die mensen die komen natuurlijk ook, ja, zo'n vooral thuiswedstrijd. Die komen daar, die willen overwinning zien. En ik ben blij dat we dat met het team toch hebben kunnen ombuigen. Ja. En die overwinning thuis kunnen houden. Waardoor je uiteindelijk toch wel iedereen weer met een blij gezicht ziet. Dus dan is iedereen natuurlijk ook wel vergeten van, oh ja, eerst al was het zo, zo en zo. Dus dan kijkt iedereen puur naar 3 punten. Dus ja, dat is ook eigenlijk waar we naartoe willen. In het afgelopen jaar hebben we ook heel veel wedstrijden weggegeven waar we vol stonden. En dit jaar proberen we die fout van afgelopen jaar niet meer te doen. Ja, ja en maar jij had zelf aangegeven iets van, dit is nog maar het begin of we zijn nog lang niet klaar. Wat is voor jou persoonlijk dan jouw doelstelling dit seizoen? Hoeveel doelpunten wil je maken? Ja, het liefst zoveel mogelijk. Want ik heb nog maar tot eind van het jaar. En ik wil toch wel aan het eind van het seizoen toch wel kunnen zeggen van ja, ik heb alles aan gedaan. Zoveel doelpunten bij elkaar. Want afgelopen jaar ben ik geëindigd met 8 doelpunten. En ben ik niet meer tevreden. Ondanks, hierin vallen en daar beginnen. Maar uiteindelijk heb ik 8 kunnen maken. En dan ben ik niet tevreden meer. Dan wil ik dit jaar toch wel die 8 voorbij gaan. Nu 15 of zo? Wat zei je? 15? Dit jaar? Ja? Oh, ik kan moeilijk een getal opplakken. Want dat doet mezelf straks weer de das om. Ik probeer zoveel mogelijk te scoren. Dus daar streef ik wel naar, ja. Okay. Hey Jeremy, je hebt echt best wel een wonderlijke carrière gehad. Ik ben het even snel aan het bekijken. Je hebt in België gevoetbald. Je hebt in Roemenië gezeten. Rusland. China. Turkije. Weer naar Roemenië. Weet je, Amerika heb je gezeten. Bij de Oakland Roots. Maar waar heb jij de mooiste tijd eigenlijk gehad van je carrière? Heb je het dan overal in voetbal of ook buiten het voetbal? Ja, beide vind ik wel leuk om te horen. Nou, beide, ja. Beide. Wat kan ik het zeggen? Buiten het voetbal in Amerika, denk ik. Ja, Amerika. Voetbal was niet zo denderend. Mm. Alleen het land is mooi. En dan kom je weer, mensen die zijn niet zo geïnteresseerd in voetbal. Nou, daar begint nu wel een beetje in te komen. Maar die zijn meer daar echt alleen business. Voor hen is alles business. Dus ik ben nu puur naar Amerika gegaan om te kijken, hoe leeft dit hier, dit en dat. Dus dat vond ik wel mooi om toch wel weer op mijn cv'tje te kunnen zetten. Ja, een mooie avontuur. Ja, dus vandaar die beslissing ook naar Amerika. Ja. Want ik weet nog, voordat ik naar Amerika ging, had ik nog ook gesprek gehad met Teun, die nog toen bij Almere zat. Teun Jacobs, maar uiteindelijk heb ik Almere toch niet gedaan. Heb ik gekozen voor een avontuur in Amerika. Ja. Omdat ik dat toch op mijn cv'tje wil zetten. Lekker man, jij hebt ook een lekker cv'tje. En waar heb je qua voetbal dan de mooiste tijd gehad? Nee, als ik moet kijken naar het publiek, hoe het leeft, dan heb ik toch wel 2 landen. Dan heb ik het hier in Nederland bij Willem II, waar het publiek echt gewoon super geweldig is. Ja. En in Turkije, waar mensen echt leven van voetbal. Dus dan zijn er toch wel die 2, ja. Zei je nog na Willem II? In Turkije? Wat zei je? Wat zei je na Willem II? Want dat hoorde ik niet goed. Oh nee, ja, dan heb ik het echt over 2 landen dan. Hè. Hier bij Willem II, ja, Nederland dan en in Turkije. Ah, okay, Turkije. Oké. Ja, want daar leven mensen ook voor voetbal, volle stadion. Maar ja, het publiek is wel anders dan hier. Want hier, je ziet het ook gewoon, iedereen geeft om de club, hè. Ja. Dus Willem II is echt een familieclub. Want dat is ook voor mij, voor de eerste keer dat ik hier binnenkwam, ben ik gewoon super goed ontvangen, zowel binnen het club als op het veld. Dus dat voelde gelijk goed. Toen wist ik gelijk van, nee, hier zit ik goed. Ja. Jeremy, ik heb nog wel een vraag aan je. Je bent namelijk te gast geweest in het programma De Voetbalkantine, elke vrijdag vanaf 5 uur op ESPN. Aanrader. En dat was heel erg leuk dat je daar was. Maar je had ook speciaal iets meegenomen voor ons. Namelijk je Man of the Match bokaal van de Afrika Cup. En daar zijn we nooit naartoe gekomen. Daar wil ik ten eerste nog mijn excuses voor aanbieden. Nogmaals aan je. En ten tweede zou ik jullie vragen of je dan nu zou willen vertellen waarom dat zo'n bijzondere wedstrijd was voor je.
Bij ons het bijzonder was, dat ik ook ongeveer, dat was mijn eerste Afrika Cup, want ik deed wel de kwalificatie en zo mee. Dus ik heb toch wel veel kunnen bijdragen met de kwalificatie. Dus uiteindelijk zijn we door de groepsfase heen gekomen. Gingen we naar Afrika Cup in 2015. Toen zat ik op dat moment in Rusland. Ja. Nou, we hadden, even kijken, we speelden de laatste wedstrijd voordat we naar de kwartfinale gingen, zo tegen Tunesië. Toen stonden we 1-0 achter. En ik mocht dan invallen, waardoor ik de wedstrijd draaide in 1-1, waardoor we toch nog konden kwalificeren door die groepsfase. Waardoor we tegen, tegen onze burenland kwamen te spelen, tegen Congo-Brazza. Dat wedstrijd werd ook, dat ze stonden we ook 1-0 achter. Maar daar mocht ik wel vanaf de basis beginnen. Dus 2015 was gewoon een geweldig jaar voor me. Zowel op de Afrika Cup, zoals wel in Rusland. Dus waardoor we toch derde zijn geëindigd. Een medaille in huis genomen. Man of the match geworden tegen met de wedstrijd van Tunesië. Dus dat heeft toch wel een speciale iets kunnen doen in mijn leven. En ook daar was je het best als invaller dus? Ja, maar uiteindelijk mocht ik beginnen de volgende wedstrijd tegen Congo-Brazza. Ja. En dat had ook goed uitgepakt. Daar hebben we 3-1 gewonnen. Ja. Nog kunnen scoren. Ja, nog mee kunnen scoren, maar ook veel gemist. Maar uiteindelijk, dat leeft ook wel in het land. Omdat je dat tegen je buurland speelt. Dus al die emoties van al die supporters. Dus uiteindelijk als ik naar Congo ga, die herinnering blijft toch wel bij veel mensen hangen. Mooi. Omdat je deel van hebt kunnen uitmaken. Ja. Dus dat is voor mij ook een speciale gevoel gebleven. Ja, dat is mooi. Nee, dat snap ik. Dat is mooi. Dat snap ik. Dat is een herinnering voor het leven. Zaterdag tegen Roda JC. Als je zou moeten kiezen, basisplekkie of invallen en scoren? Nee, maar je kan ook beginnen en scoren. Ja, dat is het probleem. Nee, ik bedoel, we zitten nu, de team die we nu hebben, iedereen is fit. Ja. Dus en we hebben 4 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Dus dan begrijp ik de keuze van de trainer ook wel. Binnen het team verander je niet snel. Dus ik weet wel dat ik me gewoon klaar moet maken. Want we spelen natuurlijk tegen Roda, die ook goed draait. Goeie ploeg. Moment. En eerste staat. Dus we gaan daar dan natuurlijk met het idee van winnen. Want dan willen we willen deze reeks gewoon blijven doorzetten. Tot en met de winterstop. Toch wel een beetje een voorsprong kunnen krijgen op bepaalde concurrenten van ons. Ja. Dus dat zal wel lekker zijn. Dat je de winterstop ingaat met goed gevoel van oké. We hebben de eerste helft van het seizoen alles uit kunnen halen. Dat is toch wel het gevoel dat we naartoe willen. Ja. Ja. Zaterdagavond 8:00. 3 keer raden wat ik dan aan het doen ben, mensen. Lekker op het bankje aan het kijken. Yes. We gaan het in de gaten houden. Jeremy, dankjewel dat we je even mochten bellen. Ik zou graag als einde nog eventjes... Bokila! Dat blijft een speciale lied. Heel goed, man. Heel lekker nummertje. Misschien horen we hem zaterdag weer een keertje. Jeremy, bedankt dat we je even mochten bellen. Hele fijne avond nog en heel veel succes tegen Roda en verder dit seizoen. Zelfde mannen. Dankjewel. Doei. Ja, lekker man. Man van het moment, speler van de week, volgens mij. Jeremy Bokila. Die prikt ze gewoon lekker erin. Die prikt ze er gewoon in. Ja. Er gewoon in. Die hebben we gewoon aan de lijn hier. Hè. Jongens, wat een show. En je hoort ook, het zit buiten de lijn ook met hem allemaal. Ja. Zit ook allemaal mee. Ik snap wel dat als je in zo'n vibe komt, dat alles net goed valt. Dat je net, weet je wel, een rijpe avocado een keer in de supermarkt. Ja. Goed, net alles op groen. Heerlijk. Dus zie je dat echt voor je. Ja, dat alles een keertje mee zit. Als hij nou door de stad loopt, door Willem II, door Tilburg... De stad Willem II. Ja, dat moet toch een wijze hel daar zijn. Ja, iedereen klappen voor hem. Ze zien dat voor je. De hele dag dat liedje. Ja, mooi man. Die kan geen boodschappen meer doen. Mooi. We gaan het in de gaten houden. Avocado in één keer. Dat gebeurt mij zeker nooit. En dat is zo irritant van die avocado's. Ik haal ze ook lekker in huis. Hè. Ik ben natuurlijk ook een beetje zo... Fitboy. Een beetje hip te doen natuurlijk. Dan eet je avocado's. Mm-hmm. Maar inderdaad, ze zijn nooit rijp. En als je ze dan wil eten thuis, zijn ze altijd weer overrijp. Te ver. Of dan heb je een pit
Die eigenlijk net het hele... Oeh. Ja. Ja, dat het bijna alleen maar pit is. Ja, ja, daarom. Altijd gedoe mee. En je moet Jeremy ook... dus nu niet, hè? Nee, daar zit alles mee. Daar zit alles mee. Hey, dan gaan we eventjes door naar iets anders. Want een aantal... Wanneer was het? Vorig seizoen dat we dat gedaan hebben? Nee, was dit seizoen was volgens dit seizoen mij nog zingen. Nee, ja. Het was vorig seizoen. Ja, vorig seizoen hebben wij natuurlijk een soort van remix. Gaat of, allemaal of, zo of snel, gemaakt mensen. Van ons nummer. Met daarin gespecialiseerd voor FC Groningen en voor Cambuur. Om zo op een bepaalde manier alvast welkom te heten in de KKD. Geschreven door... Jur Braakman. Door Jur Braakman. Gewoon een luisteraar. Zeker. Kennen wij allemaal niet. Ik heb hem ontmoet, hè? Jur Braakman. Vertel. Eventjes. Ik had een lekker bakje op. Ja, dat was bij ADO. Oh, ja. Bij ADO top. Want op een gegeven moment sprak ik Jur Braakman af en toe gewoon op de Instagram DM. En toen vroeg ik op een gegeven moment van, joh, waar woon je eigenlijk? Ja. Hij zegt, in Mariehoeve. Dat is verdomme hier 5 minuten vandaan. Dus dat is de wijkje achter. Ik denk, nou ja, zeg, dat is leuk. Maar die komt dus ook af en toe bij ADO. Okay. Dus ik heb hem pas even ontmoet. Toen hing hij even om mijn nek. Lange gozer trouwens, zo'n kopje langer dan mij. Okay. Ja. Okay. Volgende week komt hij even langs bij ons. Oké, gezellig. Want... Ja, we hebben een nieuw lied. Heeft... Joop, kan jij het een beetje inleiden? Of moet ik dat doen? Nou ja, weet je, er gebeurt natuurlijk heel veel in de Eredivisie. Ja. Hè? En toch wel met wat twee grote clubs die toch moeten gaan uitkijken voor degradatie. Zeker. Dus die proberen we nu... Nou ja, daar hebben we nu een tekst op geschreven. Ze spelen zondag tegen elkaar. Zondag tegen elkaar. Dat is een degradatiewedstrijd. 6 punten duelletje, FC Utrecht tegen Ajax. En dat zijn Utrecht-Ajax. Dus daar hebben we nu een lied daar hebben we nu voor. Een en die gaan we gewoon lekker zingen, toch? Ja, dat gaan we doen. Jopie, wil jij mij oppakken? Jij bent het meest toonvast. In 020 in de Domstad, heerst verbazing hoe het komt dat ze verzand zijn in de rechterrij. Ajax zou zich naar Bayern vormen, Utrecht zou de top bestormen. Je vraagt je af waar stopt de averij. Lassie, daar komt ie, hè? Waar gaan ze heen? In mei. Even een handje, Wouter. Naar de keukenkampioendivisie. Van titelaspiratie naar bang voor degradatie. In de keukenkampioendivisie. Moeten de gouden zonen werken voor lonen. Branden Horst op goal. Stadion half vol. Teleboot. Pak hem, Lars. Knokkend in de koe. Van Anfield uit naar de Vijverberg. Dat vindt Bergwijn vast niet erg. Vorig jaar speelde hij tegen Messi. Straks tegen Joey Pelupessi. Boerhalf maakte hier al furoren. Misschien dat het Mats kan bekoren. In de KKD. In de KKD. In de KKD. In de KKD. Robbie was wel veel te duur, man. Zoveel minder dan Jari Schuurman. Jordi Zuijman blijft maar geld spenderen. Nooit met eigen jeugd proberen. Kijk, Mees Rijks nou, die kan ballen. Volgend jaar onze top aanvallen. In de KKD. In de KKD. Wouter. In de KKD. In de keukenkampioendivisie. Van titelaspiratie naar bang voor degradatie. In de keukenkampioendivisie. Dat is toch waar ze horen. Berghuis en Van der Hoorn. Op auditie in onze divisie. Tijd voor de schaal op het schakelkanaal. Dankjewel, Jur Braakman. Jur Braakman, en we zien je volgende week. Gezellig hier. Yes, tot volgende week. Hey, jongen, jongens. Lekker tekstje weer. Hè? Heerlijk, heerlijk. Hey, liep goed. Wat een talent, hè? Zit ja, hier is niet normaal. Tafel, is niet normaal. Is niet normaal. Heren, ik moet wel even zeggen, we lopen een beetje uit. Dus we moeten snel doorgaan naar de quiz. Oh. Wouter, ben jij klaar om jezelf te kronen tot KKD Lord eventueel? Nee, dat denk ik niet. Maar mogen niet te veel er doorheen praten nu. Nee. We moeten opschieten. Is dat om tempo te houden? Ja, dat is om tempo te houden. Even voor de kijkers en luisteraars. We hebben dus 5 dingen. 2 spelers, een trainer, een stadion en een moment. Waar Ferry de Bond altijd erg goed in is. Ja. Die ga ik omschrijven naar de hand van 5 hints. En na elke hint mag je brullen om het antwoord te geven. Heb je het fout, doe je niet meer mee. Oké. Okay. Dus denk goed naar wanneer je gaat roepen. We gaan beginnen met de eerste speler. Ja. Ik begon mijn carrière in de KKD. In mijn eerste volledige seizoen was ik als jong broekie al betrokken bij 17 goals. Hintje 2. Inmiddels ben ik jaren verder.
Ook ik koos afgelopen seizoen voor het grote geld in Saoedi-Arabië. Van Krooi. Van de KKD naar... Fout? Die is fout. Die is fout. Okay. Wouter, blijf hangen, want dan... Ik blijf hangen. 3. Ja. Aan de temperaturen daar ga ik daar wel wennen. In Nederland trainde ik in de voorbereiding altijd met een muts op. Om zoveel mogelijk zweet te verliezen. Beters? geen Prada-muts. om af te vallen van de lekkernijen die er in de vakantie voorbij waren gekomen. Oké. Okay. Dus iemand die in Saoedi-Arabië nu voetbalt. Ja, 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 ja. Ik heb iemand in mijn hoofd. Okay. Daar gooi je bericht. Eentje 4. Dit kwam naar voren bij mijn laatste Nederlandse club, RKC. Ik speelde onder andere ook voor Heracles Almelo. Belhassani. Ja, netjes. Die heeft een eigen bakkerij. Eigen bakkerij? Ja, heeft hij. In Amsterdam-West ergens heeft hij een eigen bakkerij. Dus daar, bij die lekkernijen en Saoedi-Arabië dacht ik... Toen kwam je er wel. Ja. Klasse. Die heeft klasse. Een bakkerij. Ja. Mooi. Lekker man. Mooi. Hoe weet je dat? Hij is te gast geweest in... Klasse. Hoe heet dat programma ook alweer? De voetbalkantine. Ah ja, 5 uur vrijdag toch? Spelertje 2 komt hij aan, de eerste hint. Was die eerst bij jou? Oh nee, sorry. Spelertje 2, eerste hint. Net als de man die jullie net geraden hebben, koos ook ik afgelopen zomer voor de Saoedische miljoenen. Oh. Hintje 2. Mijn carrière zat echter een stuk meer in de lift... Ik was basisspeler bij een subtopper in de Eredivisie. Fout. Ik zat er ook weer aan te denken. Eentje 3. Ik speelde slechts 1 seizoenshelft in de KKD en was daarin betrokken bij 10 doelpunten. Mede hierdoor promoveerde ik met Willem II. Met Willem II, nu in Saoedi-Arabië. Yes. Eentje 4. Een goed seizoen in de Eredivisie leverde mij een transfer op naar Bulgarije. Hier ging ik Champions League spelen. Ik weet het niet. Nou. Wouter, heb je al spijt dat je wat geroepen hebt? Nee. Okay. Nee, ik ga hier niet opkomen. Hintje 5. Ik heb dezelfde voornaam als de man die Oranje maandag naar de overwinning schoot. Virgil Misichan. Ja. Netjes. Zeker netjes. De trainer. Toch spijt. Ja, baalt hè? Ja. De trainer, de eerste hint. Ja. Ik ben geboren in de provincie waarin de spelers van amateurclubs nog wel eens een lijntje willen nemen. In Groningen. Hintje 2. Ja, maar dat hadden we natuurlijk woensdag over. Ja. Het gebeurt gewoon op die voetbalclubs. Ja. Ik zeg niet dat het goed is, maar het gebeurt. Ja, het is gewoon normaal. Maar het is bijna normaal, ja. Bizar. Maar wat kan je eraan doen dan? Ja, niks. Maar dat hebben we toch al woensdag besproken. We hebben woensdag, ja, maar toch. Daar nog een keer Dat kwam zo voorbij. Als trainer ben ik in het noorden blijven werken. Al sinds 2002 heb ik het bij verschillende noordelijkse clubs prima naar mijn zin. Lukien. Ja, tuurlijk man. Ik wacht nog even af over dat haar. Ja, nee. Zat er helaas niet tussen, die hint. Oh. Nee. Niet. Nee. Oh, anders was het ook wel erg makkelijk geweest natuurlijk. Even kijken. Dan gaan we door naar het stadion. De eerste hint. We zijn op zoek naar een stadion met een capaciteit van 4200 supporters. Hint 2. De sponsor die de naam van dit stadion heeft verbasterd is een staalbedrijf. Hint 3. De thuisclub staat momenteel 10e in de keukenkampioenvisie. Hint 4. Door de ambitieuze plannen van deze thuisclub kunnen we niet zo lang meer genieten van dit stadion. Ja, het is Helmondsport. 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 Hoe heet dat stadion? Ja. De gewone... Ja, dus de Braak. Ja. Oh, ja, ja, de Braak dan. Ja, ik zat aan die sponsornaam ik zat ook denken. Wat is de sponsornaam dan? GS Staalwerken. Maar het is ook Solar Unie. Het is allemaal... Ja. Oké. Dan als laatste het moment. En Wouter, hier verwacht ik heel veel van jou. Want Ferry de Bond is hier normaal bizar goed. Echt een kei in, ja. Ja. Dus dan komt hij aan de eerste hint. Voor dit moment gaan we weer eens terug naar een playoff finale. Hint 2. Deze vond plaats in de lente van 2019 in Deventer. Ja, ik heb me wel aankijken. Ja. Maar. 3. Na een krankzinnig duel waren het uiteindelijk de uitsupporters die het feest mochten vieren. Hint 4. De spelers vierden mee. We zijn op zoek naar het hoofddeksel van een van de spelers tijdens het... Cowboyhoed. Ja, van Bilate. Van Fase, toch? Oh, Fase? Ja, die ook. Maar Bilate... Ja, alle 2. Ja, de Cowboyhoed. Ja. Wouter, ik moet zeggen, dit is mij... Niet tegengevallen? Niet tegengevallen. Nee, dat ken je wel. Had je had niet echt verwachtingen. Paraat dus, kennis, ja, ik had heel veel verwachtingen van je, maar...
Netjes. Onder spot is het toch maar wel. Maar gelijk toch, denk ik, of niet? Nou, volgens mij 3-2 gewonnen. Volgens mij heb je wel 3-2 gewonnen. Oh, de Missy die krijg ik. Ja, de KKD-lord. De KKD-lord. KKD-lordje. Ja, klein klein lordje. Dan, heren, gaan we door naar de voorspellingen. Ja. En dan eventjes de oude voorspellingen van vorige week. Wat wordt Cambuur-Leeuwarden tegen NAC Breda? Dat werd 2-3, had niemand goed. Antwoord vraagje B. Vallen er meer Brabantse of meer Limburgse doelpunten? En hoeveel? Dat waren Brabantse 7 stuks en dat had niemand goed. Vraagje... Ik moet even gapen, mensen. Ja, Vraagje C. Hoeveel spelers met een KKD-verleden starten er bij Oranje tegen Frankrijk? Dat waren de 3. Mijn eigen persoon een puntje. Lekker, Lars. En vraagje D. Hoeveel punten pakt Oranje in totaal? Dat waren de 3. Joop Buit, een puntje voor jou. Daniel Maat, Bram van Leuken, Derks, Milko, Djurovski en Sander Epping hadden er alle 3 goed. Netjes. Knap. Ja. Quote tweet, de aankondigingstweet van deze Vrij Bimbo op een originele manier. En wie weet zijn de sokken van jou. Wij hebben ze al gezien, hè? De nieuwe sokken hebben ze al gezien. De sokken. Tenminste, we hebben een fotootje gezien. Ziet er top uit. Waar was die foto genomen? In de fabriek? En waar is die fabriek? Ja, weet je, Mart is niet voor niets naar Bali toe. Nee. Die is nou zelf aan het breien daar. Even kijken. De tussenstand. Mijn eigen persoontje 8 punten. Joop Buit 5 punten. En Ferry de Bond op een schamele 2 punten. Ja, die jongens met andere dingen bezig. Nou, hè? Dat denk ik ook niet. Maar goed, dat tezijde. De nieuwe voorspellingen. Wat wordt Emmen tegen ADO? Wouter Bouwman, ik kijk even naar jou. 0-2. Ja, dan 0-2. Zeg ik ook 0-2. Ja, dat is oké. Okay. Ja. Dan ga ik zeggen 2-1. Voor Emmen. Ja. Ik doe eens gek. Vraagje B. Wat is na komende speelronde het puntenverschil tussen Roda JC en Willem II? Staan eerste en tweede. Puntenverschil is nu 3. Spelen tegen elkaar. Roda thuis. En wordt niet uitgezonden. Oké. Okay. Ja. Wanneer wordt en heb je daar wat op te zeggen? Ja. Hè? Heb je daar wat op te zeggen? Jij als prominent ESPN-corrivee. Zaterdagavond. En die wedstrijd wordt niet uitgezonden? Nee. Okay. En dat vinden wij schandalig. Grof schandaal. Grof schandaal. Vanaf 2024, toch? Ja. Ja. Nog even wachten. Ja. Maar hoeveel... Ze spelen tegen elkaar. Ja, dus dat is nu 3. Ik denk dat het verschil 0. Oké, dus Willem II gaat winnen. Oké. Okay. Roda wint wel. Ja, dus 6 punten. Ik zeg 3. Dat het gelijk wordt. Dat klopt toch? Ja, oké. Okay. Vraagie C. Het kwakkelende FC Groningen gaat op bezoek bij de Graafschap. Wat is de conclusie van Dick Lukien na afloop voor de camera van ESPN? Ja, die gaat in zak en as zitten. Dat denk ik ook. Die gaan verliezen tegen de Graafschap. Dat denk ik ook. Ja. Dat is wel zo, ja. Wat toch? Gaat hij zeggen? Ja, wat gaat hij zeggen? Dat het een schandalige avond is geweest van Groningse zijde. Groningen onwaardig. Okay. Ik denk dat hij gaat zeggen dat er aanvallers bij moeten. Oké. Okay. Ik hoorde dat nu wel een beetje leeft in Groningen. Er moet wat bij voorin. Terwijl je zou zeggen, ze hebben een aardig spitsie. Kevin van Veen. Ik maak me wel een beetje zorgen om Kevin van Veen. Wat dan? Ja, ik weet het niet. Denk jij, heb jij het? Ik daarop mag inhaken, Joop. Ik heb wel een beetje het gevoel. We hebben het, volgens mij was het woensdag gehad ook over dat hij in de koffiecorner zat. Ik ben toch bang dat dit allemaal te erg in zijn hoofd gaat zitten. Hij is er denk zo mee bezig. Ja, hij is er wel erg mee bezig. Ja, maar veel te veel. Dat ook, hoeft helemaal niet. Ook dat antwoorden op Twitter of op X. Ja. Op een gegeven moment zou je denken van, hij was echt wel. Hij zit in zijn hoofd. Hij zat er echt mee. En dat mag wel even. Maar je moet op een gegeven moment ook gewoon even lekker loslaten. Het is gewoon een goede spits. Laat het even los. Laat het los. Het is misschien heel goed voor hem geweest. Dat hij, even kalm. Ja, dat hoop ik wel een beetje voor hem. Ja. En zijn vrouw woont geloof ik nog in Schotland, dacht ik. Oh, dus, oké, okay. Is dat zo? Ja, okay. Dat was ook allemaal lastig voor hem. Dus misschien dat hij even terug is, even rustig. Okay. Dat hoop ik voor hem. Want ik, hij heeft het wel erg moeilijk. Zit in zijn hoofd. Moeilijk. En hij heeft natuurlijk gezegd dat hij heel veel doelpunten gaat maken. Hij heeft zich misschien zelfs wat te veel druk opgelegd. Mm. Ook al zei hij dat hij dat niet, dat niet zo was. Even tranquilo, man. Je bent gewoon een goede spits. Ga gewoon doelpunten maken. Ga gewoon je werk doen. Nee, maar ja, weet je, we lullen allemaal niet over die vrije trap. Die schoot die partij binnen. Heerlijk, ja. Toch? Yes. Ja. Een beuker. Die gozer kan wel wat. Een beuker. Een beuker. Ja, dat was geweldig. Zoals Blauw is dat toch? Ja. West-Friesland, hè? Ja. Mocht hem. Oké, okay, dan. En hij mag best een beetje emotie tonen, hè? Want het is natuurlijk wel hij moet wel een beetje zichzelf blijven. Ja. Kevin van Veen of Sjoerd? Ja, Kevin van Veen. Of Sjoerd, Sjoerd Blauw mag het ook. Vraag idee. Wie is / zijn na speelronde 11 de topscorer
CQ topscorers van de KKD. We hebben Martijn Kaars, ja. Staat op 7 doelpunten. Kaars, gaat natuurlijk. Uit naar Eindhoven. Milan Smit, 7 stuks. Is... Uit naar MVV. Ja, alleen maar penalties, man. Kaarsie. Die is toch ook geblesseerd of niet, Milan Smit? Dat weet ik niet. Kijk ik naar Hugo? Dat weet ik niet. Nee, volgens mij speelde die wel, hoor. Nee, Kaarsie, man. Okay. Jong is zijn vorm. Ik zeg Bokila. Staat nu op 5. Gaat een hat-trick maken als invaller tegen Rode JC. Een hat-trick in 20 minuten. Ja, dat zou zomaar kunnen. En je zei dat het gelijk werd, toch? Tussen die twee. Oh ja. Het wordt 3-3. Wat moet jij bij C hebben? Wat was vraag C? Oh ja. De neuzen moeten weer dezelfde kant op. Ja. Of weet ik veel zoiets. Ja, daar in Groningen zijn die neuzen wel dezelfde kant op. Dat klopt. even kijken. En jij zei Kaarsie, hè? Kaarsie, Bokila. Oké. Okay. Ja. Yes. Oké, okay, dat waren de voorspellingen. Jullie kunnen natuurlijk allemaal meedoen. Kan op Twitter, kan op YouTube, kan op Instagram. Als Hugo het niet vergeet te posten. Kijk hem lachen dan, Hugo. Nog niet op TikTok, want Joop Buit zit ook nog niet op TikTok. Ik wil dat deze week... Zit jij op TikTok, Wouter? Nee, ik zit niet op TikTok, nee. Heb je daar een reden voor? Dat je daar toch te oud door voelt. En dat op een gegeven moment van die verhalen kwamen dat de Chinezen in je telefoon konden. Ja, ja. Dat de Chinese overheid dan wel alles kan volgen wat je doet. Niet hele rare geheimen, maar op zich hoeft dat niet. Ja. Daarom heb ik dus een aparte TikTok-telefoon. Serieus? Oh, ja? Ik heb een telefoon waar alleen TikTok op staat, die ik alleen gebruik om op te TikTokken. Ja, omdat ze kunnen alles van je zien, je manier van typen, welke apps je opent, hoe lang je in welke... Ze kunnen alles zien. Dus ik heb een eigen TikTok-telefoon. Maar alleen TikTok of doe je daar andere dingen? Nee, daar staat alleen TikTok op. daar durf ik ook niks anders op te doen. Dan ga ik Xi Jinping helemaal niks aan allemaal wat ik aan het doen ben. Nee, ik zag ook alweer een tweet van jou over een shiny... Combi? Ja, shiny combi. Female in the wild. Of shiny female combi in the wild. Ja. Is dat dan? Nou, dat doet hij ook op die telefoon allemaal. Ja, female in the wild? Daar heb ik twee andere telefoons voor. Maar goed, dat is een ander verhaal. Nee, in Pokémon Go. Oh, Pokémon. Ja. Kijk, TikTok vind ik echt kinderachtig. Ja. Maar ik vind mezelf ook veel te oud voor TikTok. Ja. Dus wat moet ik daar doen? Ja, niks. Nee, daarom. Bij deze. Domme filmpjes maken ook of zo. Ja. Beetje Snapchat. Dat doen we hier wel. Ja. Ja, doen we hier restauranttips is ook helemaal. Snackertips. Ja. Wie doet dat? Ook op TikTok. Nee, op alles TikTok. Staan er opeens rijden midden op straat. En denk je, wat is hier aan de hand? Dat is dan een TikTok tip. Gaat helemaal nergens over. Ik wil nog even als laatste iedereen oproepen om naar de kerstborrel te komen. Mocht je daar zin in hebben en lid zijn van de Club van 25. Er staat natuurlijk weer een linkje in de beschrijving. Waar wij de animo aan het peilen zijn. Het zal gaan om 9 december tussen ongeveer 3 uur en 8 uur. En toegang is exclusief met de eerste beste sokken, mits ze op tijd zijn. we hebben inmiddels 130 aanmeldingen, maar we moeten toch wel richting even de 200. Even naar die 200. En dan, is er niks bijgekomen sinds... Nee. Helemaal niks. Dan zijn we aan het einde gekomen. Wouter, mogen we jou hartelijk bedanken? Ja, was leuk, man. Want, dankjewel dat je ook gewoon 2 keer deze week wil komen. Geen zeker. Waarderen wij echt enorm. Ja, echt mooi. En wil je nog... de voetbalkantine, wanneer is dat ook alweer? Dat is vrijdag. Vijf uur. Voor het schakelkanaal, dus je gaat zitten om 5 uur en dan kan je gewoon... In 1 ruk helemaal door. Ja, hoef je niet meer te zappen. Is wel genieten, man. Heerlijk. Op een gegeven moment zeg je tv van, ben je nog aan het kijken? Ja. Mooi. Ja, ik ga lekker het bankje op, hoor, vanavond. Schakelkanaaltje op. Heerlijk, man. Dekentje over me heen. Misschien Frans Kasi. Heerlijk. Lekker, man. Uit de kunst. Ik wil iedereen van de kijkers en luisteraars natuurlijk bedanken. Vergeet niet te liken, te subscriben. Doe voor die 5 sterren op Spotify. Vergeet je niet aan te melden bij de kerstborrel. En kijk vooral naar de voetbalkantine. Dan zien we jullie volgende week weer. Naar de keukenkampioen divisie. Van titelaspiratie naar bank voor degradatie. In de keukenkampioen divisie. We gaan afronden. Yep. Lekker, man.